Hallo, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. Ik ben Jolan Meurs, onafhankelijk stampen-up demonstratrice en alle gebruikte materialen in dit filmpje kun je bestellen via creationsbijjolan@gmail.com. Zoals ik in mijn andere filmpje al vertelde, had ik 3 workshopjes voorbereid die ik samen met mijn vakantie, scrap, dreamgirl, vriendin, had voorbereid die we gingen maken tijdens onze vakantie. En daarin had ik jullie al laten zien dat wij alleen dit doosje met spulletjes mee mochten nemen. Pas allemaal even net niet op het schermpje, zie ik. Zo, ik zal hem even iets bijstellen. En natuurlijk het kleine snijapparaatje. Dus dit is eigenlijk kaartje nummer 2. Nou, dit is de envelop die zij van mij meekreeg. En dit is het kaartje wat ik had voorbereid uit dezelfde papiercollectie. Ja, het is gewoon, ik krijg een beetje vakantiegevoel van dit papier. Dat je lekker in een warm land zit met een drankje. Dus dit is wat ik voor haar had voorbereid. Nou, laten we gauw beginnen. Wat zit er in de envelop? Het is al een enige tijd geleden, dus ik hoop dat ik alles goed had voorbereid. Even kijken wat er allemaal in zit. Niet alles is altijd op maat gesneden. Dus even kijken. Ik zie van alles zitten. Dit is mijn kladje, mijn werkbeschrijving. Nou, even kijken. Dat ziet er goed uit. Zo, volgens mij heb ik niet alles gesneden. Maar ja, dat hoeft ook niet, want we hadden ons kleine snijapparaatje bij ons. Nou, de basis heb ik hiervan gemaakt. Mijn snijapparaat pakken. En dat is gewoon een half A4 vel. Even kijken of jullie het een beetje kunnen zien. Ik zal eens kijken of ik iets zo kan uitzoomen. En het is een halve A4 vel en dat ril ik op 10,5. Dat is bijna altijd mijn basis voor het kaartje. Zo. En dan moet ik even meten. Ik had hier nog een rilletje gemaakt. Hoeveel centimeter dat is, want hier komt dus nog een extra rillijn van 3 centimeter. We maken nog een rillijn van 3 centimeter. Jullie het zien? Ja. En zorg dat je kaart mooi haaks ligt. En dat je niet snij. Mesje pak. Zo. Dit is de basis. En dan mag deze teruggevouwen worden. En dan zie ik op mijn voorbeeld dat ik hier blauw heb. Ik had een stukje blauw erin gedaan. En dat stukje blauw mag zijn. Kijk, het is natuurlijk ook leuk als je gewoon lekker bezig bent. Hè? 7 bij 14,5. Dus ik snij een strookje af van eerst 7 centimeter. En dan mag deze op 14,5 zijn. Dus het grote snijapparaat hadden we niet meegenomen. Zo, dan hoop ik dat er niks van. Nee. Maar Stampin' Up! Heeft ook zo'n handig klein snijapparaatje. En dat is wat ik mee had genomen. Ideaal. Deze komt dus op de voorkant. Is het scheef? Nou, het gaat vandaag niet helemaal zoals ik wil. En dan mag deze dichtgevouwen worden, dichtgelijnd. Op deze manier. En dan heb ik een stukje kaartstok hier zitten. En wat riep ik net? Dit was 3, dus dat stukje kaartstok wordt 2,5. Ik ga even vanaf de andere kant dit doen. Ik denk dat ik nog een stukje nodig heb.
aan deze kant. Ja, ik heb 2 stukjes nodig. 2 stukjes van 2,5. En dan weet ik niet meer wat ik er straks riep. Volgens mij 14,5. Ja, dit is over. Dus 2 stukjes van 2,5 bij 14,5. En ik zie dat mijn mesje aan vervanging toe is. Ik heb ooit eens van deze kleine nagelschuur, ja, gum, ja, ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar het is eigenlijk om je nagels te bufferen, zo noemen ze dat. Maar ik gebruik deze dus altijd voor mijn papier. En mijn mesje is gewoon even aan vervanging toe. Op een gegeven moment zijn ze op. Dus 2 stukjes van 2,5 bij 14,5. En dan hebben we nog, even kijken, ja, 2 stukjes cardstock of designer serie paper nodig van 2,5. En volgens mij heb ik die al gesneden, alleen nog niet op de lengte. En die moeten worden, dus pieken, 13,5. En tegenwoordig bij het nieuwe snijapparaat, wat ondertussen al eventjes is, kun je gewoon zo 2 stukjes tegelijk snijden. Volgens mij heb ik het meeste dan gesneden, maar ik ga eerst even plakken. Deze komt voorop. En deze kwam hier aan de binnenkant. Op een gegeven moment zijn je mesjes op en dan krijg je dus van die pluisjes. Maar het kan soms ook wel eens aan de temperatuur buiten liggen. Dat bijvoorbeeld heel vochtig is. En dan, ja, het cardstock is dan wat lastiger, nou niet lastiger te snijden, maar dan heb je het ook eerder. Dat is me ook al eens opgevallen, als het buiten heel vochtig is en er is echt heel veel regen gevallen. Vannacht. Hey, die klopt niet helemaal, zien jullie dat? En waarom klopt het niet? Even spieken. Toch blijkbaar iets niet goed gedaan. Hij is even lang. En deze moest 13,5 zijn, zei ik. Die was hier toch ook 13,5? Ja. Nou, toch niet helemaal zoals het moet. Kunnen we 2 dingen doen. Ik haal hem er even af. Als dat nog lukt. Ja, dat lukt nog. En dan ga ik hem hier opplakken. Dus als je ziet, gaat er ook bij mij wel eens iets fout. Maar dat ga ik zo meteen oplossen. Hij wordt gewoon iets anders. Anders van formaat. Deze plak ik zelf de hoogte. Op deze manier. Dus zo zien jullie dat ook bij mij. Net als in mijn vorige filmpje. Wel eens iets fout gaat. Dan leg ik hem weer zo haaks op mijn snijliniaal. En dan snij ik gewoon een stukje van de bovenkant af. Degene die deze kaart krijgt, die weet dat niet. Een keer heen en weer. Misschien heeft hij hem toch niet helemaal gepakt. Maar ik heb sinds kort weer een nieuwe schaar. Dus dan knip ik hem even netjes bij. Het is net even dat laatste stukje. Wat dubbel, 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 dubbel is. Zo. Nou, probleem opgelost. Dus jullie zien, ook bij mij gaat soms wel eens iets fout. Maar dat hadden jullie in het vorige filmpje ook al gezien. En dat komt gewoon omdat het te lang duurt voordat ik... Ja, ik weet het even niet wat er niet goed is gegaan. Deze komt aan de binnenkant, denk ik. Deze komt hier. En dan moet ik nog een stukje blauw over hebben. Ja. Dan doe ik het gewoon even op een andere manier. Deze is breed. Deze moet dus 7 worden. Ja. En de lengte moet worden... Nou, ik ga gewoon even van hier uitmeten. 13,5. Nou, ik weet niet wat ik er straks niet goed gedaan heb, maar... Deze komt hier. En dan had ik nog een stukje nodig hier. Van
14 zie ik. Bij, even meten bij 7, stukje van 14 bij 7. Even kijken of dit 14 is. Ja, dus ik kan hier een stukje van snijden van 7. En volgens mij moet hij dan net zo lang. Oh, kijk eens. Echt even zo meteen een nieuw mesje gaan zoeken. Nou, deze was 13,5. Dus deze wordt ook gewoon 13,5. Dus nogmaals, het kan aan mijn mesje liggen, maar het kan ook aan het vochtige weer buiten liggen. Deze moet hier opkomen. De breedte is al goed. Maar we moeten even de lengte aanpassen. Dan kun je dat, zoals wat ik net deed, uitmeten. Maar ik ben altijd zo'n muts. Ik heb altijd een hekel aan meten. En ik doe het gewoon even met een potloodje. En ik geef dat aan de binnenkant even aan. Zo, dan weet ik zeker dat die past. Dus dit komt hier op. Zo, ik heb deze kaartjes al een aantal maanden geleden gemaakt. Dus ik weet ook niet precies hoe of wat ik gedaan had. En dan krijg je dus dit soort dingetjes. Maar geen probleem. Als het goed is heeft Karin de envelop en alles voor haar liggen. En kan ze het zo namaken. Want ook hier zie ik weer dat ik dat er straks heb afgesneden, dat ik dus hier niet mooi uitkom. Dus Karin, even nameten wat er in jouw envelop zit. Nou, dit komt hier aan de binnenkant. Zoals jullie zien had ik dat wel heel leuk op deze manier bewerkt. Maar dat betekent dat ik even een kladje moet pakken. Als het goed is had ik hier nog een kladje liggen. Ja. En dan pak ik mijn doosje erbij. Oh. Valt opeens van alles. Boho Blue. En ook de stift Boho Blue. Ik zie dat ik met blauw aan de gang ben geweest. Maar je zou ook geel kunnen pakken natuurlijk. En wat ik ook al in het vorige filmpje vertelde. Van buiten naar binnen werken. En neem niet te veel inkt op. Dus van buiten naar binnen. Deze manier. Je kunt dan zoveel kleur aanbrengen zoals je zelf mooi vindt. Ik wil hier nog iets meer hebben. Is dit wel voldoende? Het was Boho Blue en had ik al verteld vorige keer in mijn filmpje dat ik dat die stipjes deed met gewoon de blenderpens en de dikke punt. Dan kun je op deze manier kun je wat spetters maken. Dat geeft altijd een leuk effect. Dan is dit stukje ook gereed. En dan mag dit aan de binnenkant komen. Dus deze kaart is niet helemaal perfect. Meet gewoon even goed na, maar jullie zien wel wat mijn bedoeling was. Maar op de een of andere manier heb ik iets niet goed uitgemeten. Dus je moet gewoon even goed alles aanpassen. Dan had ik hier nog wat leuke dingetjes. Oh, dan had ik dit niet uitgeknipt nog. Maar de bedoeling is dat dit dus hier komt. Toevallig hier iets liggen al uitgeknipt. Nee. Maakt niet uit. Zo. Dit komt zo hier overheen. Op deze manier. Dan heb ik hier nog wat blaadjes uitgestanst. Hier komt zometeen de tekst overheen. Een
extra bloemetje hier. En ik denk dat ik die hier ook nog wel heb liggen. Ik had nog een hele hoop al uitgeknipt hier liggen. Oh, ik zie er één. Helemaal in het hoekje. Ik moet altijd wat strassteentjes erbij. Oh, nou dat gaat goed. Nou, worden er dus 2 in plaats van 3. Mijn H-envelop zitten er dus. Oh, die wil ik daar. Zitten er dus 3. Dit moet ik zo meteen, maar dat doe ik als ik het filmpje klaar heb, nog even uitknippen. En komt hier aan de binnenkant met hier eventueel een tekst. En dan had ik hier ook nog een tekst. En die kwam uit de set. Nee, die kwam hier niet vandaan, want ik had hier gebruikt Happy Birthday. En ja, je kunt hier eventueel Sending Love ga ik nu even stempelen. En aan de binnenkant stempel ik So Lucky to Know You. Ik heb hier wel, ik weet niet waar die vandaan komt. Let's Celebrate You, dat kan ook nog. Ik zoek even een restje wit kaartstok. Om op te stempelen. Het is echt een beetje chaotisch. chaotisch filmpje geworden. Maar ik neem aan dat jullie wel begrijpen wat de bedoeling is. Dat is die. Die had ik hier nog op zitten. En ik wilde, wat zei ik, aan de binnenkant. So Lucky to Know You. Heb ik hier al, even kijken of heb ik die toevallig gebruikt, want die zit volgens mij op een kleerblok. Nou, ik doe gewoon Sending Love, want ik heb hier zoveel om handen weer liggen. Dus ik pak gewoon Sending Love even. Dus Let's Celebrate, Sending Love. Nou, die doe ik ongeveer hier, dan kan die bloem even netjes aan de onderkant, of bloemcitroen is het, nog komen. Dus Sending Love. Dat zal ik zo meteen netjes weer erin doen. Waarschijnlijk heb ik die ergens liggen. Oh, hier heb ik nog een blaadje. Die zou nog eventueel hieronder kunnen. Dit knip ik eventjes uit. En dan is de kaart in principe klaar. Nou, lekker chaotisch filmpje, maar ik hoop dat jullie het toch een gezellig filmpje vonden. Betekent dus dat er nog 1 kaartje zometeen online komt te staan. Uit dezezelfde serie van 3. Nou, kijk, een stukje Dimensional eronder. Dus dit is kaartje 2 en kaartje 3, die komt morgen of overmorgen aan. Deze plak ik ongeveer hier. Nou, dus hij is niet helemaal geworden zoals het hoort. Dit moet ik nog even uitknippen, dat komt aan de binnenkant. Maar anders duurt het filmpje gewoon veel te lang. Ik hoop dat jullie het toch nog een leuk filmpje vonden. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende keer.